Oh, oh. Kijk, ze eten hier, ze pikken hier bij mij, hoor. Mevrouw Mooren heeft zichtbaar plezier bij het voeren van de kippen in het Flevohuis. Kom hier. Het idee van kippen in een verzorgingstehuis komt uit Engeland. Kunstenares Vera Broos begon vervolgens zelf een proef in dit verzorgingstehuis. En ook hier slaat het aan, ziet ze. Mensen worden er heel erg blij van. En de geluidjes die kippen maken en het gescharrel. Maar ook gewoon contact met dieren volgens mij sowieso. Dat is hartstikke leuk. En daarom kunnen de kippen volgens Broos ook daadwerkelijk helpen om eenzaamheid tegen te gaan. Kip is echt een soort bindmiddel waarmee je ook verschillende groepen samen kan brengen. En mensen van buiten de instellingen ook makkelijker de instellingen betreden. Maar ook oude mensen bijvoorbeeld samen voor de kippen gaan zorgen. Vrijwilligers, die houden zich ermee bezig. Andere huisdieren waren voor het verzorgingstehuis geen optie. De hond moet je elke dag uitlaten, die verblijft tegen op de afdeling. Een kat heb je met een kattenbak, mensen allergisch voor haren. Dus dat kan niet. En kippen zitten gewoon buiten, daar kan je naartoe gaan wanneer je wil. Vind je ze eng, doe je niet mee. Vind je ze leuk, ga je mee. Bij mevrouw Mooren lijkt de kippenmethode in ieder geval aan te slaan. En ze heeft zelfs nog wel een idee voor een activiteit. Gozer slakte. Nee hoor.